What's up, gasten? Skimmel VBZ hier vandaag met Thomas, oftewel Thomas07. Ik heb hem een keertje hier in de studio's gehouden, in mijn opnamestudio's, om een nieuwe packopening te doen. En die packopening dat gaat met het team van de week, die zie je nu voor je. Even tussendoor, wil je Vivo Tom Team Coins kopen, ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. En gebruik de code VVZ bij betalen voor 5% korting. Laten we even kijken naar de key spelers. Diego Alves, die is pretty decent, toch? Ja. Ik vraag me je mening, Thomas. Oh, Pizarro. Ja, Pasen voor de week. We hebben Snijder. Ja, we hebben Dirk. Kijk, Dirk die maakt gewoon verschil. Klozen. Echt fuck Klozen, fuck nee, maar gewoon echt Dirk. Maar Dirk is de man. Dude. Nee, niks Nijmar. Dude. Oh, Dirk. Dude. Nee, Dirk. Goed, wat we gaan doen, we gaan 200k aan gold openen en 100k aan zilver. Omdat er best wat zilveren spelers in zitten. Oh, dit is Simon. Oh, wat een kaartje. Geweldige kaart als centraal verdediging. En voor de rest, ja, wel wat leuke spelletjes. Larsson. Goed, laten we naar de packs gaan. Er zijn ook 10-15k pakketten, dus die gaan we ook openen. Ik open de eerste twee, dan gaat Thomas 2. Zo om en om, denk ik. Laten we even kijken. Eerst pakketje doen we altijd samen. Wie krijgen we eruit? Laporte. Dat zou je het niet hebben. Die is sowieso 15k waard. Ja, daarom. Kijk wat de spelers ook gewoon. Bayern te doen en zo, dat kunnen we allemaal discarden. Goed, jij ziet de highlights. Antoine Griezmann. Ik niet van wat te kijken. Nou, het was te proberen. Het was echt te proberen. Ik krijg er wel 2000 coins. Oh. En Philippe Luis en Sigthorsson. Deze packs zijn nog niet heel erg nuttig. Ah, dat blauwe man. In een hazard. Iden het gevaar. Wie krijgt het eruit? Iden Hazardist. Krijgt een non-rare. Durik. We hebben Durik. Durik. Met K en zonder CK. Oh, ja. Je hebt gewoon geen enkele rare speler. Waar is jouw Packlip? Mijn Packlip is non-existent. Dat blijkt nog weer. Next up, okay, weer pack. Timmy Howard. Geef mij een banaan. Ik krijg hem zelf. Oké. Nou, als we datzelfde nou eens even kijken met de Messi pack, dan vind ik het denk ik wel leuk. Ik heb gewoon echt weer een Howard pack. Wat is dit? Als je nou weer Howard krijgt, echt waar. I don't know. Nee, dit krijg ik hier wel, dit is een paard. Je hebt iets met paarden. Nee, kijk, je krijgt ook iemand aan de paard. Ik wil een nieuwe speler. EA, hoe moeilijk kan dat zijn? Er zijn zoveel spelers. Het is gewoon zo zielig dat ik gewoon alleen maar duplicates kan discarden en dat ik alleen maar rotzooi krijg in de club. Alba, breng jij verandering in onze packlet? Nee, waarschijnlijk niet. Kotsolis! Kotsolis! Wauw. Ik word er kotsolis misselijk van. Oké, laatste pakketje van de gouden packs. Ze brachten niet heel veel goeds, alleen een Diego Lopez die verdwaald was, die eindelijk de club heeft gevonden. En we krijgen nu maar 10. En we krijgen Jung, die had ik verrassend genoeg nog niet. Hoe kan ik Jung nou nog niet hebben? Dat is een Thomas. Ja wat? Jij staat hier een idioot in naast. Gedraag je. Laten we de zilveren packs ook maar als eerste gezamenlijk openen. Messi op een zilveren pack. Alsof je Messi in deze pack zou kunnen krijgen. Vieira. Dat is natuurlijk decent uit. Kijk van de zon. Gouden stadion. Ik bekijk van de zon. Dan krijg je tenminste weer een hele bende spelers die je nog niet hebt. Nee, klopt. Alaba, die staat er ook vaag op. Kijk eens hoor. Blackstock. Precies, als je deze naam in één keer goed uit kan spreken, krijg je 10k van me. Gedeelko. Laat me weten als je Pools bent of het goed is. Ja, alsof jij Poolse kijkers hebt. Die ziet er wat decent uit. En die is geen reet waard. Dat denk ik nou al. 150 coins, dat is toch wat meer dan een reet. Nee. Jenkinson. Toch wel. Hey, we hebben broertje van Tony Kroos. Broertje van. Felix. Ja. Hij is geen zene zak waard, tenminste. Maar dit is Felix. Kijk, Felix Kroos. Yay! Alaba pack. Alsjeblieft Alaba. Geef ons een leuke pool. Het zou best wel chill zijn. Want tot nu toe zijn we niet echt high. Dikko. Yay are giving you Dikko. Jezus. Maar die wel 88 snelheid. Fuck sake, Howard. Hou eens op. Hou eens op, Howard. Ga weg. Don't be such a Howard. Nou, Cameron. Cameron. Verder dat hij lang is. Hey.
Thomas! Hey! We hebben Thomas gebackt. Dan moet ik hem gaan discarden. Hij heeft wel epische paard. Dan moet je hem wel aangeven. Oh, I smoke die bang. I smoke that die bang. Smoke bang every day. Ja, banana. Banana. Ja, banana. Die moeten we krijgen. Ze heeft gereden, Waterman. Hoi, wat? Kiept hij nog, ja? Ja, bij wow. Baklappenspoor. Karabukspoor. Het lijkt erop. Boy, Waterman. Laatste pakketje voor Thomas. Om af te sluiten met Howard. Kunnen we nog een inform krijgen, alsjeblieft? Jee. Geef ons al het geluk van de wereld mee en we krijgen 72 meter te recall. Rick, we sluiten af met Rick. Daar kan ik echt niks van. En Powers. 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 I've got that Powers. Zien trouwens wel een round zijn? Op zich? Nou, op zich wel. Niet slecht voor een MLS-speler. Smoke bronze every day. We zullen het doen, man. Wat? Niet eens. Het is gewoon echt een... Oh ja, zo. Coach. Je hebt gecoacht. Nou, dat is wel heel erg apart. Goed, ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken van deze episode. We kunnen er nog twee openen. Hartstikke leuk. Maar even een beetje met brons aan te vullen. We hebben dus met zilver en met goud op packs geopend. En nu nog even wat brons. Ranger. De Ranger. En Kartal. Oké, hartstikke leuk. In ieder geval, dank je voor het kijken. Het liken, het abonneren en het delen. Als je nog niet geliked hebt, doe dat dan nu eventjes. Dus mijn naam is Kimmel VZ. Deze gek Thomas, oftewel Thomas 07. Komt hier ook een keertje kijken. Helaas niks goeds kunnen pakken. Nee. Eindig met Reed van Southampton. Die kerel kan nog best wat waard zijn. Reed. Natuurlijk, voor een bronzen speler. Oh, de bodies. Ja, jongen, Reed waard. Keihard in de poes. Goed, dank voor het kijken. Ik zie je volgende keer terug met een nieuwe pack opening. Later!